ga weer eens Indiaans vegetarisch maken. En ik probeer genoeg smaak aan te geven. Hier zijn allerlei kruiden, specerijen, gin tin, komijn dus. En dit zijn korianderzaadjes, maanzaad, sesam. En die ga ik dan even samen bruin bakken. Of zou je ze juist apart van elkaar moeten bakken? Want nu zie ik er walm afkomen. En misschien is dat dan juist van de van één van de verschillende kruiden. En dat die andere dan nog niet gaar zijn en de ene wel. Dus dan, dat weet ik dus weer niet. De specerijen gaan dan in de vijzel. Worden dan flink fijn. Dit is dus waar het allemaal om gaat. Althans om dit niet te gebruiken. Patak. Nou, ook nog fenugreek fijn malen. Gember, knoflook, rode peper. Helemaal fijn. En allemaal voor de smaak. Dit waren de specerijen, die doe ik daar weer bij. En dan ook nog eens kruidenbouillon. Voor de smaak. En dat ga ik dan mengen. Rijst. Basmati. Met kardemompeulen. Voor de smaak. En laurierbladeren voor de smaak. Nou, dit wordt zo'n beetje de groentebasis. Bloemkool. In de magnetron. 2,5 minuut. Dan bak ik de uitjes. Eerst een beetje. Daarna de paprika. En dan los de champignons al een beetje. Alles moet ongeveer even gaar zijn als ik het geheel bij elkaar breng. En dat is hier. Oh, de lens beslaat. Hier wordt het dus allemaal vermengd en kan het stoven beginnen. Ik doe er ook nog wat kurkuma bij. Voor de smaak. Oh, en de kleur natuurlijk. En omdat ik bang was dat het niet genoeg smaak zou hebben, heb ik hier kokos. Behalve de groente gaat er Indiaanse kaas doorheen, paneer. En opmerkelijk weinig vet zit daarin. Maar het bakken levert me toch nog wel wat problemen op. En hier is nog verse koriander, om het geheel nog een frisse smaak te geven. Hier is de kokos erbij gedaan. En dan maak ik als bijgerecht zelf papadams. Die kan je kopen voor ongeveer 1 euro per pak van 15 stuks of zo. En dan 20 seconden aan iedere kant in de magnetron. Dit is de hete variant trouwens. Nou, helemaal aan het einde de koriander erbij. En dit is dan de ravage die dat in de keuken veroorzaakt. Oeh, mama. Hoe vind je? Zover ben ik nog niet. Hoe vind je? Wat vind je van de smaak? Nou, ik weet het nog niet. Het ei is heerlijk. Hoe vind je het? Nou, hoe vind je het? Lekker. Helaas ben ik het daar niet mee eens. Ik vond eigenlijk dat het nergens naar smaakte. Oh ja, dit was nog de sesamolie die ik overheen goot. Maar het hielp niet.